Welkom iedereen bij de alweer laatste VUB Campus Conversatie. Want corona heeft ons allen elkaar wat uit het zicht doen verliezen. En liefst willen we allen zo snel mogelijk dit heel lang aanslepende jaar 2020 achter ons laten. Tijd dus om een balans op te maken. En dat hebben we al 4 dagen gedaan. Die balans die maken we samen op. Het is ook een manier om de VUB, die de laatste maanden wat onzichtbaar is geworden, terug zichtbaar en dichterbij te brengen. Want ik heb jullie alvast heel hard gemist. En daarom voerden wij deze week en vandaag de laatste keer 5 diepe gesprekken tijdens de kortste dagen van de laatste maand van het heel lange jaar 2020. En vandaag spreek ik heel graag met Frida Viers en Riek van Roelen. Het gaat over met pensioen gaan onder corona en aan de VUB beginnen werken tijdens corona. Ik kijk uit naar het gesprek. Ja, Riek, wij hebben elkaar leren kennen via het scherm. Jij bent inderdaad aan de VUB beginnen te werken als directeur IT. Je bent geen vreemde van de VUB, want je hebt hier gestudeerd. Maar ja, beginnen werken, een ploeg samenstellen onder corona, hoe was dat eigenlijk allemaal? Dat was anders dan de vorige keer dat ik van werk ben veranderd. En ook anders dan dat ik had verwacht. De corona heeft in bepaalde manieren, hakt er veel dieper in, zeker als je begint. Ik ben zeker op andere gebieden ook. Maar als je begint, zeker. Omdat het menselijk contact, de relatie die je opbouwt met de mensen, maar ook met de omgeving waarin dat je komt, het leren kennen, de toevallige ontmoetingen, alles wat er eigenlijk voor zorgt dat je meekomt in de sfeer, de cultuur, eigenlijk valt dat allemaal weg. Hè? Want het is allemaal digitaal, het is allemaal op afspraak natuurlijk. Hè? Er is heel weinig spontaan. Ja, en dat heeft mij verrast, hè? Omdat je normaal verwacht, achter 3 maanden zet je wel mee met het verhaal, heb je geïntegreerd, je weet wie dat iedereen is en ook hoe dat iedereen denkt. Dat stuk is dus bijzonder moeilijk. Bijzonder moeilijk. En dat, ik ben nu 8 maanden bezig, denk ik. Misschien zelfs 10 al. Dat stuk ontbreekt nog altijd voor een deel. Dat is echt... Allee, wat tegelijk slecht en goed is aan corona. Slecht digitaal, relaties vallen weg. Goed. Je wordt er zo bewust van. Je wordt er zo bewust van dat zo belangrijk is. Die mogelijkheid om met mensen te connecteren. En als dat er niet is, dat maakt echt een verschil uit. Ja, het moet ook moeilijk zijn, want je hebt de hele ploeg nog nooit bijeen gezien, hè? Samen. Dat klopt. We hebben al wel in de luwte, zou ik zeggen. Hè. Dus hebben we er van de gelegenheid gebruik gemaakt om mensen samen te brengen. Maar ook dan was het denk ik bijna maar de helft van de ploeg die we gezien hebben, omdat andere mensen, en terecht, zeiden van ja, we gaan dat toch nog voorzichtig aanpakken. Dus een beetje ook zoals nu, een digitale opzet, waar dat bij sommige mensen fysiek aanwezig zijn en andere van op afstand. Ja. Maar de helft van de ploeg heb ik al kunnen zien en we hopen natuurlijk dat in de volgende luwte, die dan ook hopelijk blijft, dat we terug opnieuw de draad kunnen oppikken en dat we dat stuk kunnen bijbenen. Ja. Frida, voor jou was het dan ook een bijzonder verhaal, een bijzonder jaar was het sowieso. Wat is 2020 voor jou geweest? Wel, 2020 had een heel bijzonder jaar moeten worden en het is het geweest, maar wel op een heel andere manier. Dus de idee was, zo had ik mij voorbereid, eind 2019, van 2020 worden de maanden waar ik mijn uitloop zal realiseren en voorbereiden. En vooral de inloop van degene die mij opvolgt. Ik zou zeggen, gelukkig was het al duidelijk wie mij zou opvolgen. Ze is dan ook geslaagd in het examen. Maar dus inderdaad, vanaf de maand maart zijn we bij wijze van spreken in een, als kinderopvang in een totaal ander universum terechtgekomen. Het komt er eigenlijk op neer dat ik in 2020 alles gedaan heb behalve mijn uitloop voorbereiden. We hadden plots een hele nieuwe situatie op organisatorisch vlak, met het personeel, met de ouders. En er kwam permanent nieuwe regelgeving op ons af. Dikwijls pas op vrijdag, om dat op maandag te introduceren. Dus
Het was eigenlijk bij wijze van spreken hectisch en raar. Maar ik heb eigenlijk geen tijd gehad. Ik heb tot 31 oktober, want mijn pensioen ging in op 1 november. Tot 31 oktober ben ik voltijds aan het werken geweest. Misschien meer dan ooit? Meer dan. Met compleet onverwachte en andere situaties waar we, ja, wij niet alleen natuurlijk, de hele VUB stond, enfin, de hele maatschappij stond voor deze bijzondere uitdaging. En voilà, plots was mijn pensioen daar. Ja, je hebt het niet meer zien aankomen. Ik heb eigenlijk geen tijd gehad om er 100% bij stil te staan. Jij bent eigenlijk een grand dame van de VUB. Hè. Zoveel kennen jou, zoveel kinderen heb je de revue zien passeren. Uh-huh. Maar vieren is er niet bij. Nee, dat vind ik heel spijtig. Ik heb het er ook moeilijk mee. Degenen die mij kennen weten dat ik graag feest. En ja, in 2020... ben ik 65 geworden en ga ik met pensioen. Dat hangt samen. En beide situaties vraag ik toch wel... Ik zou zeggen dat bijzondere ritueel om daarbij stil te staan. En met allen die we graag hebben, dat te vieren. Hè. En vieren wil ook zeggen, hè, de teugels vieren, er rust nemen, terugkijken naar het verleden, zien wat de toekomst brengt en vooral het samen zijn en die verbondenheid voelen van we hebben het hier samen gedaan en samen beseft iedereen dat ik een nieuwe fase start. Ja, dat is... Enfin, het is gecompenseerd geweest door de manier hoe de VUB daar toch recent mee omgegaan is. Hè. Ja. Namelijk ik denk dat vele mensen jou in jouw verhaal herkennen. Hè. Ik bedoel, al diegenen die vandaag weggaan, dus we zullen toch eigenlijk een groot feest moeten organiseren. Ik ga eventjes terug naar jou, Rick. Het was niet alleen voor jou eigenaardig om op die manier te beginnen, maar het was bovendien ook leiding geven aan een absoluut overbevraagd team. Dus het was dubbelop, zou ik zeggen. Ja, hoe heb je dat gedaan of hoe verliep dat? Ja, daar gaat natuurlijk alle eer gaat daar naar de ploeg, niet zozeer naar mij. En ook naar de voorgangers uiteraard. Omdat ik gemerkt heb dat heel veel werk dat gedaan is in het verleden, heeft ertoe bijgedragen dat we zeer snel konden reageren als IT-afdeling. Als voorbeeld, het grote voorbeeld, de uitrol van Teams, die al begonnen was, maar op een rustig tempo, is versneld geweest en op een week tijd is dat volledig uitgerold geweest. En ik durf zeggen dat dat echt een succes is geweest en mij heeft geholpen aan... zover als je het normaal kunt noemen, het verder gaan van de normale werking van de VUB. Nu, normaal, er was niks normaal aan. Er zijn heel veel acties genomen. Digitaal lesgeven, op afstand werken, security aspecten die er in één keer allemaal bij komen. Allee, alles dat digitaal wordt, ja, dat is toch een versnelling geworden. En zoals gezegd, binnen IT is het altijd zo dat de IT-afdeling is altijd overbevraagd. Ik heb dat altijd geweten en daarmee wil ik niet zeggen dat andere afdelingen niet overbevraagd zijn. Maar bij IT zeker. Het belang van IT is ook altijd gestegen. Dat is mee de reden waarom dat het zo overbevraagd is. Maar nu met corona, het is niet meer prioritiseren, het is triëren geworden. En dat is een andere manier van werken, een andere manier van aanpak. Het is niet prettig. In een hospitaal is dat ook niet prettig, hè, want daar komt de benaming van, triëren. Maar in IT is dat ook niet prettig, hè, omdat je weet dat er zoveel zaken blijven liggen die toch nog zullen moeten aangepakt worden, maar je kan niet anders. Hè. Je moet op die manier werken. En ik vrees eigenlijk dat het begin van 2021 dat het nog altijd hetzelfde zal zijn. Ja. Daar zijn we nog niet vanaf. Nee, we zijn er nog niet vanaf, inderdaad. We hebben ook aangemeld dat we eigenlijk in dezelfde code gaan blijven werken bij de opstart van het tweede semester. Het is heel vaak brandjes blussen, denk ik, bij jullie. Maar Frida, dat was het ook, denk ik, vaak bij jullie.
Ja, de nieuwe organisatie met de afstand nemen. Hoe doe je dat in de kinderopvang? Op dat moment, maart, april, was het aspect mondmaskers wel al aanwezig in de gesprekken op televisie, maar nog niet ter plaatse. Het was ook chaos voor de ouders. Dus maart, april was eigenlijk waren de maanden waar er angst was, waar iedereen bang was. Dus in bijvoorbeeld het kinderdagverblijf hier in Campus Etterbeek, daar hadden we een leegloop. Geen kinderen niet meer. Maar vrij snel ondervonden de ouders, onder andere veel ouders die in die academische sector zitten, die les moeten geven en die dat dan plots hoorden te combineren met de kinderen thuis. Dat was niet haalbaar, dus vrij snel vroegen ouders om terug te komen met de kinderen. En dan ben ik wel heel blij dat het de overheid geweest is die ons gezegd heeft, jullie moeten open blijven. Want zelf had ik dat natuurlijk niet kunnen opleggen aan het personeel. Hè. Ook de kinderbegeleidsters voelden zich bedreigd eigenlijk door dat virus. Nog altijd kon men kiezen op de VUB tussen aanwezig zijn of telewerken, zoveel mogelijk telewerken. Maar kinderopvang, ja, daar kwam telewerken natuurlijk niet aan te pas. In het kinderdagverblijf van Jette zijn we vrij vlug terug bijna op maximale capaciteit gegaan omwille van de zorgberoepen. Mm-hmm. We hebben toen ook tientallen kinderen opgevangen van kleuterscholen die dicht waren, andere kinderdagverblijven die dicht waren. En ouders die vroegen om bij ons terecht te kunnen, wat we dus gedaan hebben. Dus we zijn even in overdrive moeten gaan om het zorgpersoneel van het UZ tegemoet te treden. Ja, jullie stonden mee op de barricades. Wat waren zo voor jou, Rick, de branden die de talrijke of degene die jou het meest is bijgebleven, waar je eigenlijk zelf misschien, je bent een rustig man, heb ik zo via Teams gevoeld, maar wanneer was je toch eens ongerust? Ik moet zeggen, echt ongerust ben ik nooit geweest. Zoals gezegd, ik had zeer snel de indruk dat we eigenlijk alle basisingrediënten hadden om de crisis, ik kan niet zeggen te overwinnen, maar toch in mee te gaan. Nu, wat voor ons nog meer dan anders speelde, is de netwerkomgeving. Hè. Digitaal lesgeven, van op afstand werken, alles passeert via het netwerk. En we hebben dus ook gezien dat de verzadiging van het netwerk, dat was onmiddellijk. Hè. We hebben minder dan 18 maanden geleden vertienvoudigd, hè. De bandbreedte vertienvoudigd. Dat zit stampenvol. Hè. Stampenvol. En dus we kijken, nu is het kijken en met onze partners om die bandbreedte verder uit te breiden. Ik denk de moeilijkste momenten, technisch gezien dan van uitdaging, dat was vooral de periode dat er werd gezegd, oké, we hebben meer vierkante meters nodig om les te geven. En dus we hebben locaties nodig die we niet kennen, die buiten huis zijn. En die kunnen we die even snel bekabelen en ervoor zorgen dat je daar digitaal kunt lesgeven. Slik. Ja. Allee, en dan zijn er een paar konijnen uit de hoed moeten getoverd geweest. En dat is gelukkig gebeurd. Hè. Zoals gezegd, alle elementen waren op zijn plaats. Maar dat was misschien, denk ik, wat dat betreft het spannendste. Heb ik mij daar echt ongerust bij gevoeld? Nee, hè, want het is wat het is. Als het niet kan, dan kan het niet. Maar dat was wel spannend. Ja, dat was wel spannend. Ja. Je voelt in beide verhalen de sterkte van de leidinggevende, de sterkte van het team. Hè. Ik bedoel, dat is echt wel... dat is wel een heel bijzonder moment, denk ik. Nu, we moesten ook ontspannen af en toe onder COVID. En dat is meteen de vraag van de dag aan de VUB-gemeenschap om dan weer onder de YouTube-uitzending hun comments toe te voegen. Frida, hoe heb jij kunnen ontspannen tijdens de lockdown? We herinneren ons dat maart, april, mei, juni, juli prachtige dagen waren. En ik ben dikwijls alleen gaan fietsen. Ik heb eigenlijk het plezier van
fietsen dat ik eigenlijk kende van in mijn jeugdjaren. Fietsen ik naar school. Maar ja, hier in Brussel was dat niet aan de orde. Deze zomer zijn we eigenlijk heel veel gaan fietsen. En en plus, wat nog belangrijker is, mijn man, die eigenlijk niet graag fietste, heeft het ook te pakken. Dus dat is gewoon een nieuw virus. Dus we hebben elkaar daar gevonden. Dat is heel leuk om dat samen te doen. De laatste dagen is het met links en rechts iemand die... we hebben zo'n WhatsApp-groepje. Fietsen. Maar ook... mijn partner en ik, we hebben heel veel buitenshuiselijke activiteiten normaal gezien. Alles valt stil. Ik kan niet zeggen dat mij dat stoorde. Dat heeft heel veel mensen rust gebracht, ook mij. Mijn man minder, want hij is huisarts en die had het meer dan superdruk. Nog altijd trouwens. Maar wat wij wel gevonden hebben is... als we dan tijd hebben s'avonds, waar we anders... Ja, links en rechts bij vrienden gaan of een evenement bijwonen. Nu doen we dat onder ons twee. Aperitief, hapjes, samen een crypto invullen. Dat is heel goed. Eigenlijk, is er een wedstrijd dan? Nee, dat... ik ben niet... hij doet het beter dan ik, maar ik gun hem dat. Dat is heel lief, dat is echt een liefde. Dat is geen probleem. Ik ben taalvaardig, maar hij is op een andere manier taalvaardig om die cryptische omschrijvingen te vinden. Ik heb het er altijd moeilijk mee. Ik ben te nuchter, denk ik. Nee, eigenlijk heb ik mij wel weten op dat vlak staande te houden. En ik ben niet in een zwart gat terechtgekomen omdat alle andere activiteiten wegvielen. Ik ben daarvan verbaasd dat ik mij daar toch heb kunnen aan aanpassen. Het was geruststellend misschien in die aanloop die je niet hebt gevoeld ook naar de volgende periode. Ja, ja, inderdaad. En jij, Rick? Hoe ontspan jij? Ja, ik heb normaal gezien twee dingen die een beetje tegengesteld zijn. Ik ben langs de ene kant een loper. Was ik mee begonnen aan de VUB, toen dat het nog kon en dat we nog naar de VUB konden komen. Nu met de corona en dan thuiswerken ben ik echt, al is het voor mij... bijzonder onduidelijk geworden van wat kan nog met het lopen. Hè? Mag je nog samen of alleen, met of zonder mondmasker, enfin wat. Het heeft geleid tot het feit dat ik niet meer loop, tot mijn grote spijt. En dat is, zoals Frida zei, het warme weer is een beetje vervangen geweest door genieten van de tuin. En het is dan het samenspel van je bent thuis en de pauzes tussenin, dat je dan even in de tuin kan en dan het mooie weer. Dat ontspant echt, ik vond dat echt ontspannen. Mijn andere passie... om het zo maar te zeggen, is gaming. Ik ben een computergamer. Misschien een beetje vreemd, hè? Een ganse dag achter de computer zitten en dan 's avonds nog wat achter de computer zitten. Het is anders natuurlijk. Ik ben vooral gefascineerd door wat ze noemen first-person shooters. Schiet op alles wat beweegt eigenlijk. Je moet niet nadenken, dat is heel gemakkelijk. Is er een VUB-spel? Ja, je zult dat misschien herkennen. Maar zwart, dus een paar keer per week red ik de wereld op de computer. En dus ja, ik vind dat bijzonder ontspannend. Naast het schietspel ben ik ook wel zeer gepakt door het rijden, het racen. Virtueel dan natuurlijk. Dus niet voor speed, dat soort dingen. Ik heb ook zo'n installatie met een stuur en pedalen. Dat zijn zo'n beetje mijn twee dingen. En dat is dan meer inderdaad de avonduren, hè, na 10 uur. Soms een beetje te laat, maar zwart. Dat gaat van. En dat vind ik dan ontspannend, dat vind ik leuk. Ja, dus een combinatie van beiden eigenlijk. Ik ga een heel korte vraag stellen. Was er iets, misschien heb je daar al wat op geantwoord, is er iets geweest dat je echt goed vindt aan de afgelopen periode? Die heel eigenaardig was. Echt een kort antwoord. De vaststelling dat sommige mensen, en ikzelf ook, kunnen genieten van minder. Mm-hmm. Ja. Is het kort genoeg? Het is kort en het is mooi. Rick? Voor mij is het... twee dingen die nou met elkaar te maken hebben. Dus langs de ene kant...
Maar weer is die bevestiging dat gezondheid eigenlijk alles is. We maken ons om veel zorgen, maar eigenlijk is er maar één ding, dat is die gezondheid. Het ander, en dat vind ik meer werk, enfin, dus in het algemeen, maar zeker ook werkgerelateerd, is die nadruk op de menselijke relatie. Mm-hmm. Wij hebben dat als mensen nodig. En ik denk met de coronaperiode is dat opnieuw in de verf gezet. We hebben geleerd bijvoorbeeld van thuiswerken kan. Waarom is het nodig om een uur in de auto te zitten? Dus dat is goed. Maar tegelijkertijd denk ik dat het even goed bewezen is van 100% van thuiswerken voor de meeste mensen, dat werkt niet. Wij hebben dat contact nodig om efficiënt te zijn, om ons goed te voelen. Allee, voor een heel aantal scala van redenen, maar dat moet er zijn. Ja. Het is fijn dat iemand die met het digitale bezig is ook zegt, digitaal is een middel en geen doel. Maar ik weet dat we daarover eens zijn. En nog een andere vraag. Wat is het eerste dat je gaat doen? Ik bedoel, dat zijn de klassiekers. Maar wat je zegt van, allez, als alles terug wat mag, oké, dat is moeilijk om ons voor te stellen, want het zal geleidelijk zijn, maar zo toch is dat je zegt van, ja, als het nu voorbij is en het mag terug, dan doe ik dat. Met mijn kinderen op restaurant gaan. Heel fijn, dat ga ik ook doen. en jij, Erik? Ik denk dat dat een constante is, want inderdaad, dan missen wij ook heel erg hard dat samen gaan eten, gezellig tafelen. Eigenlijk dat gezellig samen zijn. Hè. Het is niet het eten wat op je bord ligt, het is de belevenis. Ja. Ik denk dat we allemaal heel veel gaan eten. Dat de horeca die heel zwaar getroffen is, gouden tijden tegemoet gaat zijn. Hopelijk zijn er nog vele over natuurlijk na die heel verdrietige periode. Maar een glas in de hand en terug rond de tafel. Het gaat bij kerst niet kunnen. Het gaat bij nieuwjaar niet zo zijn. Maar daarna, daar kijken we allemaal heel hard naar uit eigenlijk. En naar dat grote VUB-feest. Hè? Ja, dat grote VUB-feest, ja. Maar ja, ik heb hier in die conversaties de afgelopen dagen toch wel wat ideeën opgedaan die alles gericht zijn op het sociale. Nu, uiteraard bedankt Frida voor de vele jaren, maar bedankt ook om vandaag tot hier te graag komen. Wij gaan elkaar nog zien op de dijk van Oostende, dat weet ik. Ja. Bedankt Rick, blij om jou nu eindelijk in levende lijve te kunnen zien. Dus ik heb een sneak preview gehad van alle anderen. En dit waren dan alle VUB Campus conversaties van 2020. Misschien zetten we ze voort in 2021, je weet maar nooit. Je kan ze ook er bekijken, uiteraard. Maar ik nodig jullie nu alvast heel graag uit voor de VUB nieuwjaarsviering op 4 januari om 10:00. Dat wordt gestreamd alweer via de VUB-kanalen. Maar het zal fijn zijn. Er zal ook veel te zien zijn, veel te horen zijn. Mensen gaan het talent tonen van de VUB, het artistiek talent. Dus ik kijk daar alvast heel hard naar uit. En ik wens jullie uiteraard eerst en vooral allen heel hard te bedanken voor 2020. Het was een jaar zoals we er hopelijk nooit meer gaan zien. Maar de dank past aan ieder die zijn en haar steentje heeft bijgedragen. Tegelijkertijd heel veel succes aan onze studenten. Hang on, hang in. Probeer echt te realiseren dat dit voorbij gaat. Al lijkt dit vandaag misschien onmogelijk om je in te beelden, maar dit gaat voorbij. De wetenschap staat aan jullie zijde ook. En we kijken uit naar vrolijke zorgeloosheid. En dan uiteraard gewoon een heel tof, plezierig, sociaal, fysiek 2021 aan jullie. Een jaar waarin we elkaar terug graag moeten kunnen zien. En dat ook te kunnen fysiek tonen. Tot gauw.